Daar staat er eentje, ja, dat, links, ja, van die boom. Ja, tegen die groene... Daar staat er ook een met een kraak. Ja. Wat is dit nu? Dit is de ontvanger waarmee we de kragen kunnen uitlezen. Dat gaat draadloos. Dus we hebben een antenne, die wordt daar in elkaar gezet en dan richten we op de koeien. En dan tikken we hier zijn nummer op in en dan worden de gegevens waar die is geweest de afgelopen weken worden hierop uitgelezen. En u gaat nu testen voor het eerst of het allemaal werkt. Ja. Spannend. Ja, dat is altijd, de techniek kan je altijd in de steek laten. We hopen dat het gaat werken natuurlijk. Ja, all GPS data has been saved. Dus we weten waar ze zijn en wat ze doen. En dat is interessante informatie voor de natuurbeheerders, voor Stadsbosbeheer in dit geval. Wij volgen vooral hoe de flora zich ontwikkelt. En als we dan die kaart van de Hals ten Bos op die van die flora kunnen leggen, en dan kijken hoe de rode geus het terrein gebruikt, en dat dan samen uitlezen, dan, dat is gewoon hartstikke mooi om te zien.